twee aangrijpende persconferenties vandaag over het neergestorte vliegtuig in de Franse Alpen. De co-piloot liet niemand meer in de cockpit en zette de daling in. Mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Ich darf Ihnen sagen, das macht uns fassungslos hier bei Lufthansa, hier bei Germanwings. En verder in het nieuws vandaag. Oplaaiende strijd in Jemen met bemoeienis van Saoedi-Arabië en Iran. En de Tour de France gaat over 100 dagen van start in de Domstad. Goedenavond. Bijna nooit wordt er zo snel na een vliegtuigongeluk verteld wat de waarschijnlijke oorzaak is. Maar vandaag gebeurde het wel, bij de ramp met het Germanwings vliegtuig in Frankrijk. En de verklaring is schokkend in zijn eenvoud. De co-piloot heeft het vliegtuig bewust laten neerstorten en sleepte 149 anderen mee de dood in. Onderzoekers maken dat op uit analyse van de cockpit voice recorder, een van de zwarte dozen. Deze heeft het laatste half uur van de gesprekken in de cockpit opgenomen. Op een persconferentie vertelde de hoofdaanklager op beklemmende wijze over de laatste minuten van de rampvlucht. En dat laten we nu uitgebreid zien. Durant les 20 premières minutes, les deux pilotes échangent tout à fait de façon normale et même de façon qu'on pourrait qualifier d'enjouée, de courtoise, comme deux pilotes normaux au cours d'un vol. Il ne se passe donc rien d'anormal. On entend ensuite le commandant de bord préparer le briefing de l'atterrissage à Düsseldorf. Et les réponses du copilote semblent laconiques. Puis on entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes. Et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Et ce, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'appel cabine. En l'espèce, c'est un interphone avec une visio. Donc on peut dire qu'il s'est montré, il s'est identifié, mais aucune réponse de la part du copilote. Il a tapé pour se manifester, comme pour demander l'ouverture de la porte, et il n'a eu aucune réponse du copilote. On entend, à ce moment-là, un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine, et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Donc ça veut dire qu'a priori, le copilote était donc vivant. Des alarmes se sont déclenchées pour signifier à l'équipage la proximité du sol, et à ce moment-là, on entend des coups portés violemment, comme pour défoncer la porte, si vous voulez, enfoncer la porte. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, c'est une porte blindée selon les normes internationales pour protéger d'éventuelles actions terroristes. Juste avant l'impact final, on entend vraisemblablement ce qui peut être le bruit d'un premier impact sur un talus. Je vous rappelle que l'avion a vraisemblablement glissé sur un talus sur une pente avant de percuter à plus de 700 km/h la montagne. Je vous rappelle également qu'aucun message de détresse ou d'urgence, style « Mayday, Mayday, Mayday » n'a été reçu par les contrôleurs aériens. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Alors, il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Je pense que les victimes ne se sont rendues compte qu'au dernier moment.
Puisque, je termine, puisque dans la bande audio qu'on écoute, les cris interviennent que juste dans les derniers instants, juste avant l'impact. In Frankrijk, Ron Linker. Ron, deze informatie moet bij de nabestaanden heel hard zijn aangekomen. Ja, de nabestaanden krijgen klap na klap te verwerken, hè, wat dat betreft. Ten eerste het bericht dat een geliefde is omgekomen bij een vliegramp. En dan ten tweede vanochtend het bericht dat het toestel is neergestort door toedoen zeer waarschijnlijk van de co-piloot. Zo'n 40 familieleden en nabestaanden zijn op dit moment in de regio, in het gebied. Ze bezoeken daar de rampplek. Ze hebben bloemen gelegd bij een speciaal gedenkteken. En de vlaggen zijn gehezen van alle nationaliteiten van de slachtoffers. Ook familieleden van de co-piloot zijn in het gebied op dit moment. Maar zij worden afgezonderd gehouden van de rest van de groep. Ron, het is natuurlijk heel paradoxaal dat de co-piloot dit kon doen, juist omdat er zoveel veiligheidsmaatregelen zijn. Klopt, na 9-11 is de regel ingevoerd, hè, dat de cockpitdeur altijd vergrendeld moet blijven. Maar de discussie vandaag gaat ook over de vraag of er niet te allen tijden twee personen in de cockpit moeten zitten. Dus als een piloot opstaat om de cockpit uit te gaan, of dan niet een ander bemanningslid zijn plaats moet innemen. Die discussie die wint aan krachten, hoewel die regel bij sommige luchtvaartmaatschappijen al bestaat. De afgelopen uren hebben we gezien dat 3 luchtvaartmaatschappijen hebben afgekondigd dat ze hem per direct willen gaan invoeren. We hoorden dus de woordvoerder van de onderzoekscommissie. Hoe gaat het onderzoek verder? Nou, het onderzoek richt zich natuurlijk op het motief van de 28-jarige co-piloot. Maar dat onderzoek zal vanzelfsprekend hoofdzakelijk in Duitsland plaatsvinden. Hier in Frankrijk richt men zich op het vinden van de tweede zwarte doos die de technische gegevens van het toestel heeft geregistreerd. Al was het maar om de laatste twijfels weg te nemen. Hè. De twijfels bijvoorbeeld of toch niet een technisch mankement de oorzaak is van het neerstorten. Maar de verwachting is dat die tweede doos de analyse van de procureur zal bevestigen, namelijk dat de co-piloot verantwoordelijk is geweest voor het laten neerstorten van het toestel. Ron, dankjewel. Die co-piloot was Andreas Lubitz, 27 jaar oud. Dit is zijn ouderlijk huis in Montabaur, een stadje in de buurt van Koblenz. De politie heeft een inval gedaan en zoekt nu naar bewijzen en documenten. Hij had sinds kort ook een huis in Düsseldorf en ook dat is doorzocht. In Duitsland, Jeroen Wollaars. Jeroen, wat kun je ons vertellen verder over deze man? Nou, hij was eigenlijk op het oog iemand die zijn droom had waargemaakt. Hij was 14, 15 toen hij daar in Montabaur zich meldde bij de lokale vliegclub. En hij bereikte waar zoveel jongens van droomden, maar wat weinig lukt. Hij begon op een zweefvliegtuig en hij werd echt piloot. Hij werd aangenomen op de luchtvaartschool van Lufthansa zelf. In Bremen was daar volgens klasgenoten een rustige jongen, grappig, aardig. Niet erg teruggetrokken, maar ook geen Einzelgänger. Het enige opvallende wat uit die periode te melden is dat hij die opleiding enige tijd heeft stilgelegd vanwege een burn-out. Maar hij pakte de draad weer op. Dit was 6 jaar geleden. Hij pakte de draad weer op en werd 1,5 jaar geleden echt piloot met inmiddels 630 uren vliegervaring. En dat is eigenlijk allemaal volgens het boekje. En is er al een begin van een vermoeden waarom hij het gedaan heeft? Het motief is absoluut echt nog onduidelijk. En vandaar ook die doorzoekingen bij zijn ouderlijk huis en ook bij een flatje wat hij gehuurd had in Düsseldorf, op zoek naar snippersinformatie, naar een brief misschien. Er worden computers doorzocht, er worden USB-sticks doorzocht. Men weet niet wat er aan de hand is, waarom hij dit gedaan heeft. Wat men wel weet is wat zijn werkgever vanavond verteld heeft. Namelijk dat hij 100% geschikt was om te vliegen, lichamelijk. Wat we ook weten is wat de minister van Binnenlandse Zaken verteld heeft. Namelijk dat hij niet voorkwam in politieregisters en in bestanden van de geheime dienst. Wat erop wijst dat een terroristisch motief ook geen rol speelt. Maar wat dan wel? Er blijven zoveel vragen hier in Duitsland bij de mensen op straat en zeker ook bij zijn werkgever Lufthansa. Ik darf Ihnen sagen, dat macht ons fassungslos hier bei Lufthansa, hier bei Germanwings. Ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich die letzten Tage gesagt habe. Wir sind betroffen und erschüttert. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich das noch mal verstärkt. Mit unseren schlimmsten Albträumen, glaube ich, hätten wir uns nicht vorstellen können, dass sich solch eine Tragödie bei uns hier im Konzern ereignen kann. Diejenigen, die uns
in der Branche beobachten und kennen, wissen, dass wir Cockpitpersonal sehr, sehr sorgfältig auswählen. Wir machen das auch deswegen, weil es zu unserem Selbstverständnis gehört, weil das Teil unserer DNA ist, das, woran wir glauben bei Lufthansa. Und wir untersuchen bei der Auswahl unserer Kandidaten nicht nur kognitive und technische Fähigkeiten, sondern gerade auch in den Auswahlverfahren lassen wir viel Raum für die psychologische Eignung der Kandidaten. Er hat in der Folge nicht nur alle medizinischen Tests bestanden, sondern auch alle fliegerischen Schulungen. Er war 100% flugtauglich, ohne jegliche Einschränkungen, ohne jegliche Auflagen. Wir haben keinerlei Erkenntnisse, was den Co-Piloten zu dieser schrecklichen Handlung veranlasst haben könnte. Und für mich ist das, was hier passiert ist, ein einfach nur unglaublich tragischer Einzelfall. Und dass das gerade uns passiert, das tut uns einfach nur leid. Hey Jeroen, wordt er eigenlijk ook tussentijds nog gekeken of geestelijk iets met die piloot aan de hand kan zijn? Nee, dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt alleen aan het begin van je carrière. Daar moet je een zware test ondergaan. Maar daarna word je alleen nog maar bijgeschoold en medisch gecontroleerd. Nou, dat is een van de dingen die ze hier in Duitsland nu ter discussie willen stellen. Jeroen, dankjewel. De maatregel die de veiligheid moest bevorderen heeft nu dus tot een ramp geleid. Zoals gezegd hebben luchtvaartmaatschappijen na 9/11 de cockpitdeuren gepantserd en gebarricadeerd. Maar juist daardoor kon die co-piloot zijn fatale voornemen uitvoeren. Die deur die is ontzettend sterk. Die is gewoon een soort kluisdeur qua constructie met pallen die aan de zijkanten in het frame gaan. Dat is echt heel erg sterk. De kaperbestendige deur die tegenwoordig verplicht is op elk vliegtuig kan van binnenuit direct met een simpele knop worden geopend. Van buitenaf kan het ook met een pincode, maar dan duurt het langer. Pas na een minuut gaat die deur open en in die minuut kan de bemanning in de cockpit besluiten om te zeggen nee, die wil ik er niet in hebben. Die draait dan die knop om en dan wordt dat paneel uitgeschakeld voor een bepaalde tijd en dan kan je dus niet erin. Toen dat werd ingevoerd, die gepantserde deur na 9/11, een aantal mensen waaronder ik ook gezegd van ja, realiseer je wel dat je kwaadwillende buiten houdt, maar als je een kwaadwillende in de cockpit hebt, dat je daar dan ook niet meer bij komt. Hè? Dat is dan de keerzijde. Om kwaadwillendheid en ander levensgevaar in de cockpit te voorkomen, worden kandidaatpiloten gescreend door specialisten. Die letten vooral op geestelijke stabiliteit. Stabiliteit is belangrijk omdat het te maken heeft met veiligheid. Veiligheid van het voer van passagiers en bemanningsleden. Dus vandaar dat wij daar extra gewicht aan toekennen. Hoeveel mensen slagen er voor de test? Voor de capaciteitentest, dus dan praten we over intelligentie, daar slaagt 80% voor. Voor het persoonlijkheidsgedeelte, dat is fase 2, slaagt 50%. Dus hoeveel valt er dan af? Om en nabij 70%. Maar als je kijkt naar de hele selectieprocedure, dan zou je kunnen zeggen dat ongeveer 1 op de 10 door de selectie komt. Er zullen restrisico's overblijven. En ik denk dat veel mensen, als ze even bij stilstaan, ook wel beseffen. Het risico om te verongelukken met een westerse vliegtuig is 1 op de 3, 4 miljoen vluchten. Is al extreem klein. En dat accepteren we ook. We denken er niet over na meestal, maar we accepteren het de facto. Ja, en dit hoort daar dan helaas bij met een extreem kleine kans. En het is niet anders. Een vliegramp mag dan weinig voorkomen. Voor mensen met vliegangst vergroten de berichten van de laatste dagen hun gevoel. Maar op luchthaven Schiphol blijkt dat er ook genoeg mensen zijn die relativeren. Een beetje eng, hè? Als je als passagier natuurlijk op een vlucht stapt, dan hoop je natuurlijk dat de piloot zorg draagt voor de veiligheid. En dit is natuurlijk totaal omgekeerde scenario wat natuurlijk enorme angst inboezemt wel. Het is wel even pittig na wat er gebeurd is. Ja. Voelt het ook zo bij u? Ja, bij mij wel, ja. Ja. Pittig? Ja, ik vlieg veel en ik heb er eigenlijk normaal niet zo moeite mee, maar nu voelt het toch wel wat anders. Ja. Lucas van Gerwen is psycholoog bij de Stichting Valk en behandelt mensen met extreme vliegangst. Dit soort dingen, daar heeft iemand met vliegangst geen boodschap aan. Want die zegt, ja, het kan wel een veilig medium zijn, maar net het vliegtuig waar ik in zit, dat kan neerstorten. En dat zorgt ervoor dat je bang wordt. Dus statistiek heeft helemaal geen zin om mensen te overtuigen om minder angstig in te stappen. Ik sta hier. Ik ga. Precies. Ja, ik probeer het ook te relativeren. Ja. Hoe doet u dat? Ja, door erbij na te denken dat de kans heel klein is dat het nu weer zal gebeuren. Ja.
Ja, want relativeren, dat zorgt er wel voor dat je toch de stappen blijft maken, hè, die het leven je biedt. Dat is een beetje een mechanisme, denk ik ook wel. Het relativeren, ja. Nou, inchecken. Ja, ja, we gaan. Ja, we gaan ervoor. Dank u wel. Bedankt. Hè. Vanavond in Nieuwsuur meer over al dan niet falende procedures in de luchtvaart. Er dreigt weer een nieuwe grensoverschrijdende oorlog in het Midden-Oosten. Dit keer in het zuiden, in Jemen. Een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië opende afgelopen nacht de aanval op de Houthi-rebellen in het land. Die zijn al maanden bezig met een opmars ten koste van de regering. Een bondgenoot van Saoedi-Arabië. Gevechtsvliegtuigen bombarderen doelen rond de hoofdstad Sanaa. Sinds een half jaar in handen van de Houthis. Er zouden tientallen doden en gewonden zijn. De Jemenitische regering had zijn bondgenoten om steun gevraagd, want het lukt niet om de opmars van de Houthis te stoppen. En dus nam Saoedi-Arabië het voortouw. We will do whatever it takes in order to protect the legitimate government of Yemen from falling. De aanval is door aartsvijand Iran scherp veroordeeld. Intussen betekent deze nieuwe ontwikkeling voor de bevolking van Jemen nog meer geweld en onzekerheid. Met de militaire interventie bemoeit de regio zich nu openlijk met de strijd in Jemen. Een conflict waarin de twee grote regionale machthebbers, Saoedi-Arabië en Iran, lijnrecht tegenover elkaar staan. Jemen is van oudsher een stammenstaat, maar nu lijkt de strijd zich steeds meer te splitsen langs religieuze lijnen tussen Sjiïten en Soenieten. De Sjiïtische Houthi-rebellen rukken de laatste maanden op vanuit het noorden. Ze verdrijven de regering en hun Soenitische bondgenoten, die trekken zich terug naar het zuiden, naar Aden. En nu gaat de regio zich daarmee bemoeien, waardoor het nog meer een religieus conflict wordt. De Houthi-rebellen zoeken namelijk steun bij het Sjiïtische Iran. De regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië, het grootste Soenitische land in de regio. En niet alleen de machtige buur, ook andere Soenitische regeringen bemoeien zich nu met de strijd. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, we zien dus ineens een regionale coalitie. Ze bombarderen. Waar komt het vandaan? Uit de onvrede van Saoedi-Arabië. Zij willen graag in de buurlanden vrienden hebben aan de macht. En dat waren ze met de oud-dictator Saleh. Dat waren ze met zijn opvolger. Maar dat zijn ze niet bepaald met de Houthis. En voordat die Houthis die hele westelijke strook in handen hebben, hebben ze daar dus een stokje voor willen steken. Want echt actief ingegrepen? Wordt actief ingegrepen en ze hebben landen achter zich gekregen door de Iraankaart te spelen. Door erop te hameren, door erop te wijzen, voor een deel terecht, voor een deel onterecht, dat Iran samenwerkt met de Houthis. En dan krijg je dus al die landen die daar bang voor zijn in de regio, die krijg je dan achter je. Sommigen actief, bombarderen mee, hebben grondtroepen terug toegezegd, sommigen passief. En ja, dan krijg je dus een herhaling van wat Saoedi-Arabië eerder gedaan heeft. In Bahrein bijvoorbeeld, daar waren Sjiïten aan het demonstreren toen alleen maar. En toen grepen ze al in. En datzelfde doen ze nu zo, dus ook in Jemen. Blijft dit nou tot Jemen beperkt, denk jij? Of lopen we het gevaar dat het over de grenzen gaat? Doordat Saoedi-Arabië een in feite Jemenitisch intern conflict, een minderheid die ontevreden was en op begon te marcheren, doordat ze dat gesectariseerd hebben, doordat ze daar zo'n strijd tegen Iran van hebben gemaakt, loop je het risico dat het breder wordt. Iran zal echt niet ook troepen gaan sturen of ook gaan bombarderen. Dat geloof ik niet. Maar het heeft wel invloed op al die andere conflicten in de regio waar die twee landen tegenover elkaar staan. Wat dat betreft is het een schaakbord waar meerdere spelers aan zitten, waar iedereen aan de stukken loopt te sjorren en waar de veldjes ook nog eens continu van kleur verwisselen. En wat dat betreft is vandaag de situatie er alleen maar ingewikkelder op geworden. Sander, dankjewel. De Verenigde Staten hebben met luchtaanvallen voor het eerst het Iraakse leger geholpen in de aanval op Tikrit. De Irakezen proberen de Islamitische Staat uit die stad te verdrijven, maar stuiten op felle tegenstand. Op verzoek van Irak bombardeerden de Amerikanen een aantal stellingen van IS in de stad. Volgens Amerikaanse defensiewoordvoerders komen er meer luchtaanvallen. En ook Frankrijk heeft bombardementen uitgevoerd. Dat verklaar ik beloofd.
Fred Teven is weer Kamerlid. Ruim 2 weken nadat de VVD er samen met Ivo Opstelten aftrad in verband met de Teven-deal, de betaling van bijna 5 miljoen gulden aan crimineel Kees H. Er loopt nog onderzoek naar de deal, maar Teven is daar ontspannen over. Er is niks aan de hand. Heb ik gezegd toen ik wegging en dat zeg ik nou weer. Dus. U kent de conclusies al? Ik niet. Jawel, maar er is niks aan de hand. Ik weet wat er gebeurd is, meneer Van Galen, en u niet. Dat is altijd al zo geweest. De inspectie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van online taxidienst Uber. De taxi is gericht tegen de dienst Uber Pop, waarbij chauffeurs zonder vergunning klanten vervoeren. Die is door de rechter verboden. Afschriften werden in beslag genomen om te kijken hoe groot de illegale dienst is. Scholieren moeten eindexamen kunnen doen op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld 2 vakken op VWO-niveau en 5 op HAVO-niveau. Daarvoor pleit voorzitter Paul Rozemuller van de VO-raad, de belangenorganisatie van de middelbare scholen. Maar daar moet Den Haag wel de wet voor veranderen. 5 HAVO op het Kandinsky College in Nijmegen. 26 leerlingen en ze zijn allemaal anders. Toch gaan ze over een paar maanden met precies hetzelfde HAVO-diploma van school. Kan het ook anders? Dat zijn ze hier aan het onderzoeken. Het is wel iets waar steeds meer docenten in deze school over nadenken. Hoe lang gaan wij nog volhouden om iedere leerling op hetzelfde moment door hetzelfde hoepeltje te laten springen? En zijn er ook mogelijkheden om dat anders te doen? Emma, 2-talig opgevoed en ze woonde 5 jaar in Frankrijk, mag dit jaar als enige 2 vakken op VWO-niveau doen, Frans en Engels. Eerst was het wel lastig, maar ze vonden het wel heel interessant en ze wilden het wel proberen te regelen voor mij. Dus dat vond ik wel echt heel fijn dat ze ook echt mij wilden helpen daarin, ja. Scholen moeten van Den Haag de ruimte krijgen om het beste uit elke leerling te halen, zegt Paul Rozemuller. Scholen hebben een ongelofelijke behoefte om de talenten van de leerlingen te ontdekken. De leerlingen zelf die talenten te laten ontdekken. En dus eigenlijk van massaproductie naar maatwerk te gaan. En die beweging zou een enorme steun in de rug krijgen als de overheid het mogelijk maakt dat ook zichtbaar te laten zijn op het diploma. Want wat we nu hebben, dat is dat leerlingen een diploma krijgen op het niveau van het vak waar ze het slechtst in zijn. Dat is echt niet meer van deze tijd. Want ook de klasgenoten van Emma zouden graag een paar vakken op een hoger niveau doen. Je leert natuurlijk meer en dan ben je ook meer bereid om er meer voor te doen. En ja, uiteindelijk kom je dan alleen maar hoger op en is het alleen maar handiger. De middelbare scholen willen dus wel, maar bij het vervolgonderwijs zijn ze minder enthousiast. Zo noemt de Nederlandse Vereniging van Universiteiten het een sympathiek plan. Maar, zeggen ze, leerlingen die HAVO-vakken volgen zijn onvoldoende voorbereid op het universitaire onderwijs. In Utrecht hopen ze op 1 miljoen toeschouwers langs het parcours. En 1 miljard televisiekijkers over de hele wereld. De Tour de France in Utrecht, over 100 dagen gaat hij van start. Met een spektakel begon net om 8 uur het aftellen met videoprojecties op het nieuwe stadskantoor. Het is inmiddels de 6e keer dat het grootste wielerevenement in Nederland begint. Zo groot is de Tour dus. Als je een keer hebt gewonnen, zoals Joop Zoetemelk, ben je voor altijd uithangbord. Jan Jansen als orgelman en oude strijdmakkers kijken toe. Zoetemelk, Hino en Thévenin. En dat is natuurlijk leuk. We hebben het lunchje gedaan en ja, dan komen we toch weer de oude verhalen natuurlijk weer boven drijven. Het gaat meteen over oude ervaringen. Ja, dat is toch ook een leuke anekdote, is toch wel. En weet je nog van toen. En de huidige analyse, de Tour begint echt te leven. Met in de etalages de eerste gele truien, Tour Kunst, Tour Menus. En in het stadskantoor een fototentoonstelling over de lange Utrechtse lobby. En de huidige burgemeester, die heeft een droom. Dat nog meer mensen, en dat zijn er al een heleboel in Utrecht, nog meer iets met een fiets hebben, jong en oud. En dan ook weten dat in 2015, weet je nog, die renners onder de Dom doorgingen. Dat is een once-in-a-lifetime ervaring, dat vergeet je nooit meer. Want Utrecht investeert 2 miljoen in 135 projecten. Veilig fietsen, banden plakken, maar ook culturele manifestaties, exposities en onderwijsprogramma's. Reuring. Nou, je ziet dat met zo'n evenement en al die activiteiten eromheen er echt een binding komt tussen culturele partners, economische partners, sport. Dus al die partijen in de stad werken samen aan het evenement. En daar heeft Utrecht in de toekomst onwijs veel aan. Grand Départ over 100 dagen. Gaan we naar het weer, Willemijn. Een beetje grijzig. Ja. En dat is ook een beetje de trend voor de komende dagen, behalve morgen. Dat is een beetje een intermezzo wat dat betreft. Vandaag grijs, regenachtig ook. Nou ja, hier viel nog niet zo heel veel regen uit, maar dat kwam later op de dag ook. Deze foto genomen in Zwolle.
En ja, op de radar van Noordwest-Europa zien we dat er een heel groot gebied boven ons land ligt. Regengebied trekt langzaam naar het oosten weg, maar daarachter zitten dan nog steeds allemaal buien. En die buiigheid hebben we vannacht mee te maken, morgenochtend ook even. En daarna wordt het langzamerhand allemaal wat droger. En komt er vanuit het westen ook wat opklaringen dichterbij. Gaat de zon dus schijnen. Maar dat zal maar langzaam gebeuren. En misschien dat in het oosten de zon er helemaal niet aan te pas komt morgen overdag. Er is vannacht naast die regen ook vrij veel wind. Met name langs, of in de kustgebieden, westkust en ook het noordelijke kustgebied. Een krachtige tot harde wind. En ook boven land staat er een matige tot vrij krachtige wind. Morgen in de loop van de dag neemt die wind langzamerhand wat af. Draait nog wat verder naar het noordwesten. En de ochtend start dus met wat buien. Behalve in het zuidwesten. Ik denk dat daar de dag, de hele dag eigenlijk gewoon droog verloopt. En later gaat die zon dus schijnen. Ja, en dan dus het weekend, bewolkt en ook regenachtig. Zaterdag gaat dat gebeuren eigenlijk vanaf het middaguur ongeveer. Zondag nagenoeg de hele dag. En er kan dan ook wel een flinke portie regen gaan vallen. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal. De co-piloot van het toestel dat dinsdag neerstort in de Franse Alpen heeft het expres gedaan. Je pense que les victimes ne se sont rendu compte qu'au dernier moment. Au tout dernier moment. Dat was het. Om 10 uur is er Nieuwsuur op NPO 2. Heel fijne avond verder.